gaat het met jou? Nou, die is net wakker van zijn ochtendslaapje. Waar is hij? Ja. Maar was helaas echt veel te groot. Ik kan hem wel even doorgeven. Ik vind deze echt heel erg leuk. Hallo. Wij zijn onderweg naar Alkmaar. We hebben nou net afgezet bij Niels' ouders. En we gaan weer een dagje klussen. Dus het is, krijgen we ook weer wat hulp. Dus dat is heel erg lekker. Ik film even met mijn telefoon, want ik weet niet. Ik heb echt problemen met mijn camera. Hij geeft de hele tijd een geheugenkaart vergrendeld aan. Ik zal even op internet zoeken hoe ik dat kan aanpassen. Want ik kan nu dus niet filmen en ook geen filmpjes missen of wat dan ook. Dat ding. Nou, ik moet er echt even mee terug, want ik heb best wel wat problemen ermee. Maar goed, wat gaan we vandaag doen? Veel dingen moeten gesausd worden. Woonkamer, de keuken. Noutse kamer, één muur krijgt nog een kleurtje. Radiator in de keuken. Kijk, wat gingen we nog meer doen? Laminaat afleggen op zolder. Klinten. Nou ja, genoeg te doen. De trap beneden moet ook nog. Maar ja, we zijn met, ik denk, best wel wat vandaag. Dus dat is niet echt handig om dan met de trap te beginnen. Maar goed, we gaan weer lekker een dagje klussen. Hey, hallo. Hoe gaat het hier? Lekker hoor. Een beetje warm, maar ik heb een t-shirt besteld bij Tess. Kunnen we geen raampje openzetten? Die staan al open, maar, maar het regent. Moet jij erdoor zeker? Ja, ik dacht, jij kan hem wel even doorgeven, maar... Oh, dat weet ik niet of ik dat kan. Je hebt je handen vol. Prima. Nee, dus. Hoe gaat het met jou? Door. Prima. Hallo. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. En Nout is net wakker van zijn ochtendslaapje. Ik heb hier achter mij allemaal vuizo's ingepakt. Want Niels is deze ochtend klus in het nieuwe huis. En straks wisselen we elkaar af. Komt Niels thuis. En dan is hij de middag thuis bij Nout. En dan ga ik naar het huis toe. Ik heb inmiddels trouwens weer uitgevonden waarom mijn camera het niet deed. Het was een heel klein schuifje op mijn geheugenkaartje. En die moest blijkbaar omhoog of omlaag. En dan deed hij het weer. Maar goed. Heb jij lekker geslapen, vriendje? Lekker even een warm truitje aan. Hè? Zullen wij gaan spelen? Of wil je even een broodje? Wat wil jij? Daar. Ja. Buiten, hè? Kijk eens, ik zie dat jij een slofje mist. Zullen wij nog even een slofje bij jou aandoen? Kijk, die ligt daar op de grond. Zie je dat? Deze, hè? Ja. Die doen we even lekker om jouw voet. We hebben de zootjes voor Nout. Dat is geen reclame trouwens, maar die zijn echt super fijn. Mijn moeder die had ze vroeger ook voor ons. En Nout heeft ze van mijn ouders gekregen. Het zijn leren slofjes. En ja, die gaan echt wel een tijd mee. Oh, wil jij even eraf? Wat ga jij doen? Wat is er? Oh, kom even knuffelen. Nout, oep! Scheetje. Scheet. Nou, het is een beetje aanhankelijk de afgelopen dagen. Lekker veel knuffelen. Hey, dat is mama's jas. Waar is jouw jas? Die ligt daar achter, hè? Ja. Wat is er? Oh, lukt het niet? Lukt het niet? Kijk eens, wie is dat? Zie jij jezelf? Dat is Nout, hè? Dat is Nout. Dat is Nout. Zeg maar hallo. Hi. Maar zwaaien. Of ga je nu zeggen dag? Dag. Dag. Dag.
gisteren hadden we hem ook opgehaald bij Niels' ouders. En toen heeft hij echt 10 minuten lopen zwaaien. Dag, dag, zei hij dan de hele tijd. Hè? Bij opa en oma was dat. Ja, nadat jij een hele gezellige dag had. Ik heb lekker even mijn joggingbroek aangedaan. Waar ga je heen? Straks weer mijn klusbroek aan. Dat is op je hoofd, hè? Oh, heb je de stuitenbal weer gevonden? De tv is inmiddels ook alweer van de muur af. Goed zo! Deze bal van Action van, weet ik het, 90 cent. Echt een van zijn leukste speelgoeddingen. Vooral dat lichtje is heel mooi. Kom maar, gooi maar. 1, 2. Goed zo. Ja, oh, tegen je hoofd. Komt-ie. Oh, komt-ie. Uh-oh. Waar is-ie? Waar? Niet onder je bordje. Waar is je stuiterbal? Kan je erbij? Of moet mama even helpen? Helpen? Kom. Ja, die ligt best ver, hè? 2, ergens. Daar. Ja. Oh nee. Oh nee. Kom, deze kant op. Daar. Het is vandaag dinsdag. Ik ben voor vandaag alweer klaar met werken. Vanochtend had ik het lekker druk. Ik ben naar Alkmaar geweest, naar de karwei. Daar heb ik plinten gehaald. Ik moest naar de Action, want daar had ik radiatorverf gehaald. Afdekcel om te spuiten. En 2 bussen kit. Ik moest naar de Hema, want ik had even wat nieuwe lange mouwrompers nodig voor Nout. En 2 broek heb ik gehaald. Voor hem ook, omdat hij weer gegroeid is en nieuwe kleding nodig had. Voor de rest ben ik nog langs de Sara geweest. Ik had een colbertje besteld voor Nout, alleen dat was toen voor kerst bedoeld. Maar die was helaas echt veel te groot. Dus ik kon hem nog net aan ruilen, dus die heb ik even teruggebracht. Daarna ben ik naar mijn salon gegaan en heb ik gewerkt. Een aantal klanten gehad vandaag. Maar wat ik even wilde laten zien is, ik heb weer een samenwerking met Chiquelle. Dus ik heb weer wat kledingstukken ontvangen. Dus ik dacht, het is hier best wel licht in de salon. Ik ga het jullie gewoon eventjes hier laten zien. Dit is wat ik allemaal gekozen heb. Een witte trui. Nou, het gaat een beetje naar het crème toe. Net als deze. Deze heb ik al in het zwart. Dus jullie kunnen hem eerder voorbij zien komen. Maar ik wilde hem ook graag in deze kleur, want ik vond hem zo leuk. Een basic topje. En iets wat jullie waarschijnlijk niet verwachten. Een paarse trui. Ik heb natuurlijk altijd een beetje die aardetinten. Maar ik zag deze op de website en ik dacht, ja, ik ga hem gewoon bestellen. Kijken hoe die staat. Het eerste item, nou ja, gewoon een basic topje. Ik heb hem in maat S. En het is een beetje van zo'n gladde stof. Maar hij sluit wel gewoon prima aan. Deze hebben ze in meerdere kleuren op de website. Volgens mij ook in het zwart en nog in het donkerbruin. Dus, nou ja, niks op aan te merken. Spaghettibandjes.
helemaal prima. Truitje in de off-white kleur. Deze heb ik in een XSS besteld. De zwarte die ik hiervan heb, die heb ik ook in die maat. Dus ik wist dat deze al eigenlijk gewoon prima was. Nou ja, de mouwlengte is helemaal goed. Het is best wel een dikke trui. Of tenminste, gewoon lekker een stevige trui. En ja, helemaal blij mee. Superleuk. Het heeft een beetje zo'n ribbeltjesstof. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien zo. Oké, en naar deze was ik heel benieuwd naar, maar ik vind hem echt heel erg leuk. Dit is een one size, valt wel wat groter als die vorige trui die ik aan had. Oh. Ik vind dit ook gewoon echt een heel leuk detail. Er zit een patroontje in, het zijn een beetje ruitjes wat erop zit. Ik weet niet zeker of ze deze ook in meerdere kleuren hadden, volgens mij wel. En dan nu degene waar ik ook heel benieuwd naar ben, het paarse truitje. Die ga ik nu eventjes aantrekken. Tada! Het is een kooltrui en ik moet zeggen, deze zit best wel een beetje strak. Maar ja, vaak is het natuurlijk wel zo met kleding, rekt het allemaal nog even wat uit. De kleur vind ik eigenlijk best wel leuk. Het is natuurlijk niet echt super paars, maar een beetje een pasteltint paars. En ja, voor de rest zit hij ook helemaal prima. Even kijken, deze heb ik in maat. Oh, ook dit is een one size. Maar ja, even weer wat anders dan wat ik normaal gesproken heb. Ook wel eens leuk natuurlijk. En ik mag jullie uiteraard ook weer een kortingscode meegeven. Met de code Carlijn25 krijg je 25% korting op alles op de website. Behalve de producten die al in de sale zijn en op de badkleding. De code die blijft weer 5 dagen geldig. Ik zal alle linkjes weer even onder in de beschrijving zetten. Voor de rest, ik denk dat ik zo meteen nog even naar het nieuwe huis ga. Ik had vanochtend, nadat ik al de spullen had opgehaald, was ik begonnen aan 3 radiatoren te verven. En ja, misschien dat ik zo meteen even daarmee verder ga. Want ja, even kijken, het is nu 3:30. Ik denk dat ik nog wel even een uur, anderhalf uur kan klussen in het huis. Dus ik ga mijn spulletjes even inpakken, alles een beetje opruimen hier en dan ga ik die kant op. Oh ja, wat ik ook nog eventjes wilde vertellen is dat ik vind dat ik de kleding van Chiquelle altijd echt super snel binnen heb. Als je een bestelling plaatst, dan wordt het binnen 24 uur verzonden naar je. Dus je hebt het echt best wel heel snel in huis. En verder ja, dat de kleding er natuurlijk gewoon mooi uitziet en dat kwaliteit gewoon prima is. Dus dat wilde ik nog even kwijt. Het is alweer woensdag. Echt, de dagen die vliegen voorbij. Sommige dagen heb ik niet eens kunnen filmen, zo druk hebben we het gehad. Ik lig lekker even op de bank, onder mijn deken. Na het avondeten heb ik nog even lekker gedoucht met Nout. En toen was Niels nog thuis, hij is nu naar de sport. Maar ik vind het altijd wel prettig om dat even met z'n tweeën te doen. Omdat het altijd best wel nou ja, een gedoetje is. Weet je, het is prima te doen, maar ik vind het gewoon handig als we dan nog even met z'n tweeën zijn. Vaak douche ik nog even wat langer. Kan ik even mijn eigen haar en zo doen. En dan kan Niels hem vast even een beetje afdrogen. En hij heeft zijn pyjama even aangedaan. En vervolgens hebben we hem een flesje gegeven. En is hij lekker gaan slapen. We zeggen nu echt elke avond van, we moeten echt even weer wat dozen gaan inpakken. Maar ik heb er echt zo geen puf voor. Geen zin in. Soms denk ik ook, waar moet ik beginnen? Ja, ik heb natuurlijk echt al wel heel veel dozen ingepakt. Maar ook gewoon heel veel spullen hebben we gewoon nog nodig. Dus we kunnen ook gewoon nog niet alles inpakken. Ik denk dat we morgen een beetje gaan beginnen aan de zomerkleding. Dat kan natuurlijk ook allemaal wel. Spullen uit de badkamer, dat kan er allemaal in. Nou ja, en zo vullen we steeds meer dozen. Vandaag had ik een hele lange werkdag. Ik heb tussendoor eigenlijk geen tijd gehad om te filmen. Ik heb ook geen tijd gehad om naar het nieuwe huis te gaan. Morgen heb ik een wat kortere dag, of tenminste tot nu toe. Er kan altijd online wat bijkomen natuurlijk. Ondertussen was Nout even wakker geworden. Het lijkt wel op een of andere manier altijd als ik aan het vloggen ben en hij ligt op bed dat hij wakker wordt. Maar ik ben hem nu even een klein flesje water, warm water aan het geven. Vaak wordt hij daar weer lekker rustig van en kan hij vervolgens weer slapen. Dit is trouwens, even kijken, volgens mij de 5e nacht op rij dat hij zonder speen slaapt. We zijn het 5 dagen geleden echt gaan afbouwen. Ja, mama heeft een beetje chipjes gegeten. Zo, die is op. En nou, we merkten eigenlijk dat hij de speen alleen nog nodig had om een beetje rustig te worden. Maar dat hij er verder eigenlijk niet zo heel veel meer mee deed. En nou, we merkten vaak ook dat als we hem in bed legden,
Dat hij vaak al heel rustig was zonder dat we de speen gegeven hadden. Dus we hadden zoiets van, we gaan gewoon proberen met afbouwen. En we zijn nu de nachten begonnen. En eigenlijk ging dat vanaf het eerste moment al heel erg goed. En eigenlijk elke keer ging hij gewoon lekker in bed liggen. En we hebben vanaf zijn verjaardag hebben dat sterrenlampje wat ik al eerder in de vlog had laten zien. En dat vindt hij echt heel interessant. Dus dat is misschien ook een beetje een afleiding voor hem. Vaak doet hij ochtendslaapjes ook al zonder speen. Maar middagslaapjes heeft hij hem vaak nog wel even nodig. Toch nog een beetje water. Doerak. Dan gaan we daarna lekker naar bedje, hè. Nadat hij om 7 uur op bed is gelegd, wordt hij eigenlijk standaard rond 10 uur wordt hij nog even wakker. En dan geven we of een beetje warm water of een klein flesje. En dan slaapt hij weer verder. Maar het is nu dan 9 uur, dus hij was even wat eerder vandaag. Ik hoop dat hij straks de nacht redt tot morgenochtend. Zo, gaan we jou lekker naar bedje brengen, hè. Kun jij weer lekker slapen, toch? Kijk eens, mama had je lampje al aangezet. Oh, yeah. Mooie lichtjes, hè. Nou, ik heb Nootje weer in bed gelegd. Doe ik vaak nog even zijn knuffeltje aan. Ja. Dag, schatje. Lekker slapen. Hier zo. Thanks. Je hebt een berichtje. Ik heb je genoemd in je verhaal. Oh, nou dat is jammer. Wat deed je dan? Nou, we zijn weer lekker aan het klussen. Ik ben bezig met de trap voor de tweede keer in de lak aan het zetten. En, een kopje thee aan het maken. Deze verwarming heb ik net gespoten. Maar ik ben helemaal niet goed in het afplakken. Dus ik hoop niet dat er wat zwart op de muur zit. Oh, toch wel. Nou ja, dat moet er maar nog eventjes een keertje overheen. Wij zijn bezig met het huis leegruimen. We hebben al best wel wat dozen weer ingepakt. Toch, Nellis? Ja. Nou, we gaan hiermee de weekvlog ook weer afsluiten. Oh ja, het is alweer donderdag. Ja, je moet eigenlijk al online. De week vliegt voorbij. Doe een duimpje omhoog. Kun jij het even doen, Niels? Ik heb mijn handschoenen aan. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Kijk ook even op mijn Instagram. Insta. Ja. Hoe heet het ook alweer? Wildebros_. Op Instagram. Houd in de gaten. Binnenkort meer. Coming soon. Nou, tjallas.